Hey Kees, ja. Het is wel wat anders dan voor de klas staan, hè? Dit is heel wat anders, ja. Ik ben nu molenaar, vrijwillig molenaar. Want je bent 2 jaar geleden ben je met pensioen gegaan, meteen dit gaan doen? Nou, toen was ik al bezig met de opleiding om molenaar te kunnen worden. Daar was ik al 1,5 jaar mee bezig. En afgelopen september heb ik mijn examen gedaan en het certificaat voor vrijwillig molenaar gehaald. En sindsdien ben ik minstens 2 dagen per week wel hier op de molen. Ja. En je vertel eens, je oude werk, mis je dat een beetje? Ik mis wel de gezelligheid van een groep mensen, een team om je heen. Want een molenaar, als molenaar door de week ben ik vaak alleen hier. Zo'n team met alle verhalen van hoe gaat het thuis met de kinderen en weet ik het wat nog meer, dat mis ik wel. Maar het werk zelf heb ik heel weinig gemist. Ja. Hey, want we komen eigenlijk natuurlijk voor jou, maar ook voor de molen. Waar zijn Precies. we hier eigenlijk? Ja, dat is een goede vraag. We zijn hier op Korenmolen De Kraai en die staat in Westbroek, vlakbij Utrecht. En dat is een molen die hier al sinds 1880 staat. Dus het is een oud beestje. Maar daarvoor heeft hij eerst nog 40 jaar in Amsterdam gestaan. Bij Sloterdijk in de buurt. Beetje nomade. Ja, dat gebeurde vroeger heel vaak met molens. Als ze bijvoorbeeld bij de droogmakerijen in Noord-Holland niet meer nodig waren, dan werden ze verkocht en dan kwamen ze op een andere plek in Nederland terecht. Dan werden ze dan weer opgebouwd. Knop. En deze molen heeft altijd op dat bolwerk Sloterdijk gestaan, 40 jaar lang. Was in de plaats gekomen van een molen die daar afgebrand was. En in 1980 moest die weg omdat er een stadsuitbreiding ging plaatsvinden. Amsterdam werd ten westen verder uitgebreid. En toen moest deze molen verdwijnen. En toen heeft een voorvader van meneer Schuurman, die hier nog beneden woont, die heeft toen de molen gekocht. En toen is die op een boot is die als bouwpakket als het ware over het IJ naar de Vecht gevaren en zo deze kant op gekomen. En hoe ze het laatste stukje van de Vecht naar Westbroek hebben gedaan, dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar toen hebben ze hem hier weer op een gemetselde ondergrond weer helemaal opgebouwd. Ja. Mogen we er wat meer van zien? Ja, dat is prima. Dat lijkt me een goed idee. Nou is het vandaag open dag. Hè? Dat is ook de aanleiding waarom we hier op bezoek zijn. Ja. Hoe is dat nou zo'n open dag in tijd van corona? Ja, dat is wel heel vreemd. Het is vandaag 8 mei, Nationale Molendag. En normaal is dat altijd een hele drukke dag op de molens. Want daar hangt de blauwe wimpel uit. Dat betekent, als je een keer in de buurt komt van een molen, u bent welkom, leuk als u langskomt. Maar we ontvangen vandaag geen gasten. Nee. En de Hollandse Molen, dat is de organisatie die de Molendag organiseert, die heeft wel een aantal online evenementen bedacht. Hè, zoals er vanmorgen bijvoorbeeld een knutselhalf uur. Kon je samen met iemand een molen knutselen. We hebben wel de molen keurig netjes in de vlaggetjes gezet. Hè? Oh ja. Dus dat heb je net buiten wel gezien. Ja. Rondom hebben we mooie gekleurde vlaggetjes opgehangen om toch een beetje feestelijk karakter te geven voor alle mensen die hier in de buurt langs rijden of toch in de verte de molen zien staan. Een beetje gevaarlijke gedoe, denk ik, om die dingen op te hangen. Nou, die kleine vlaggetjes vatten we mee, want dat kunnen we vanaf de stelling. Maar als ik 's morgens vroeg op de molen kom en ik ga de molen eerst op de wind zetten en daarna de zeilen voorleggen, zoals het zo mooi heet, dan klim ik het wiek in tot bijna aan de as en dan lus ik stapje voor stapje het zeil vast aan de wiek. Hou op, dus dan ga je echt bijna 100 meter omhoog. Ja, nou 100 meter, nou het is nog geen 10 meter. Het lijkt enorm veel, het is nog geen 10 meter. Ja. Ja. Ik heb gelukkig geen hoogtevrees. Dan klim je makkelijk naar boven toe. Ja, ja leuk. Maar dit is de plek waar het allemaal gebeurt, ja, hè? We staan nu bij het maalkoppel, zoals het zo mooi heet. Dit is de plek, en hier hebben we de kaar. En dat is de plek waar al het graan in gegooid wordt. En dat wordt dan hier via de schuddebak, komt het bij de twee maalstenen terecht. En daar tussen de twee maalstenen, daar wordt het graan gemalen tot meel. En vervolgens valt het in een gootje, wat hier aan de buitenkant loopt. En dan komt het een etage lager komt het terecht. En daar wordt het opgevangen in zakken. Zodat het weer afgevoerd kan worden. Hey, nou mag je dit rustig een hobby noemen, denk ik, ja. Of niet? Ja. Ja. Maar vertel eens, hoeveel tijd ben je hier nou mee rijk of kwijt? Nou, allereerst moet je opgeleid worden tot vrijwillig molenaar. En ik heb daar ongeveer 3 jaar over gedaan.
Dus toen ik nog druk aan het werk was, ben ik al gestart met die opleiding. En het is een combinatie van theorie over de molen zelf, maar ook veel over het weer. Want je moet ook goed weten hoe het weer in elkaar steekt. En natuurlijk ook het kennen van de molen en de gang van zaken. Alle veiligheidsmaatregelen, die zijn heel erg van belang. Dat zijn allemaal onderdelen van de opleiding. En nou is dit best oud allemaal, hè? Ja. Ja. Want hebben jullie een speciale onderhoudsploeg die dit dan een beetje bijhoudt? Nee. Voor het normale onderhoud, het schilderonderhoud, dat doen we allemaal zelf op deze molen. Dit is een privémolen. Dat betekent dat de eigenaar ook zelf moet opdraaien voor de kosten. En als er grote klussen zijn, dan komt de molenmaker in beeld. Eind van dit kalenderjaar, dus eind 2021, komt de molenmaker langs om de wieken onder handen te nemen. Dus de wieken gaan dan helemaal van de molen af. Eentje wordt er helemaal vernieuwd. Er wordt een heel nieuw, dat is dan een roe heet dat dan, gelast. En de andere die wordt helemaal weer opgekalevaterd en daar komen nieuwe heklatten in. Dus dan staat de molen weer een tijdje stil. Dan zijn we zo 2 maanden weer verder voordat die weer kan gaan draaien. Het lijkt me een ontzettend leuke hobby, maar stel nou dat er mensen zijn die dit ook willen gaan doen. Hoe kunnen ze dat gaan doen? Ja, er zijn veel molens in Nederland. We hebben ongeveer 1200 molens. En de meeste molens die zijn wel enthousiast als ze molenaars in opleiding kunnen ontvangen. Dus als je enthousiast bent geworden om, net zoals ik, aangestoken te worden door het molenvirus, dan zou je gewoon bij een molen eens een keer langs kunnen gaan en een dagje meelopen om te kijken of je het inderdaad zo leuk vindt als dat je denkt dat het is. Dankjewel. Graag gedaan.